Goedemiddag, Abe. Goedemiddag. Hi, heel fijn dat jij mee wilt doen. Jij bent LIO-student, dat is een leraar in opleiding, een vierdejaars student van de PABO. En jij geeft deze periode les aan groep 6 van de Gazelle. Maar sinds wij in maart allemaal vanuit thuis les krijgen en geven, ben jij wel een van de weinige studenten die toch nog steeds leerlingen ziet. Want jij vangt leerlingen van ouders in vitale beroepen op. Kun je daar wat over vertellen? Ik vang inderdaad als een van de weinige studenten zie ik nog leerlingen. In het echt, precies. Dat is heel erg fijn in ieder geval. Wij hebben er gemiddeld zo'n 25 leerlingen op een maandag en dinsdag de drukste werkdagen rondlopen. Nou ja, van de 400 is dat natuurlijk een heel klein percentage, maar het is wel heel fijn dat we ze nog zien. Ik zie niet mijn hele klas natuurlijk, maar wel leerlingen uit die klas. En het is in ieder geval meer dan niks en dat is altijd hartstikke fijn. Voor de rest proberen wij zoveel mogelijk contact te houden met leerlingen via Google Classroom en Google Hangouts. Dat gebruiken wij om in ieder geval digitaal in contact te blijven. Ja, met de kinderen die thuis zitten die niet naar de gezellen toe komen. Ja, klopt. Ja. Maar nu jij dus dan die 25 leerlingen, die vangen jullie met 2 of 3 leraren op. Dat betekent dat jij ook ineens groep 1 hebt of groep 8. Dat is wel even schakelen voor jou, want jij hebt niet al de routine dat je denkt, oh ja, maar groep 1 heb ik al wel eens gehad. Ik bedoel, als student heb je toch minder ervaring. Hoe is dat om dan ineens zo'n groot verschil aan kinderen in een klas te hebben? Ja, nou, ik heb gelukkig al wel redelijk wat ervaring met verschillende groepen en ook al werkervaring, in ieder geval met alle leeftijden. Oké, dus je hebt ze allemaal al wel eens in een stage. Jullie hebben natuurlijk heel veel stage bij de PABO. Een stage of werk gehad, in ieder geval. Ja. Het is wel heel verschillend, want je komt 's ochtends kom je op school en je weet nog niet welke groep je hebt. We maken dan de verdeling, wie komen er vandaag en wie vangt welke groep op. Nou, wij mogen ongeveer 8 leerlingen in 1 klaslokaal hebben. Dus dan is het altijd kijken, ja, wie vangt de jongste op, de oudste op en dan nog een tussengroep, ja. de middelste. Ja, dat is altijd weer eventjes kijken. Want inderdaad, groep 1, 2 is net even wat anders dan een paar van groep 7. Ja, precies. Ja. Ja. En hoe gaat dat dan? Want je zegt al van ik mag er maximaal 8 hebben. Dat heeft denk ik te maken met die 1,5 meter afstand. Zitten ze dan allemaal heel ver uit elkaar in de klas? We houden daar wel rekening mee inderdaad. Zorg dat in ieder geval leerlingen niet naast elkaar zitten. Het liefst, we hebben er soms ook 4 in een klas. Ja, dan zitten ze allemaal in een apart tafelgroepje. Het is niet zo heel gezellig natuurlijk. Maar, nee, precies. Als leraar hou jij ook de afstand. En het verandert het contact wel. Het verandert het contact wel. Ja, het is een wat grotere afstand. En we zorgen dat we in ieder geval niet te dicht bij elkaar komen. Ook als leerlingen vragen hebben of iets. In ieder geval niet te dicht bij elkaar. Ja, nou ja, het is ook... Dat we dat niet naast elkaar gaan zitten. En We kijken allemaal met spanning natuurlijk uit naar vanmiddag, als er weer een persconferentie is. Ja. Dus wie weet wat jullie al aan de ervaring hebben, hoe je nu op afstand houden lesgeeft in de klas. We houden onze vingers natuurlijk gekruist dat binnenkort voor iedereen weer mag. Ja, precies. Ja, dat zal niet in 1 keer gaan natuurlijk. Wij weten in ieder geval dat wij na de vakantie op de Gazelle nog niet beginnen met wat de uitkomst vanavond ook wordt. Met het fysiek onderwijs direct weer aan te bieden. Maar om daar een kleine overgangsperiode in, die gaat erin zitten. En we moeten ook maar kijken of dat dan inderdaad direct weer kan. Natuurlijk met grote groepen. Of dat je dan gaat werken in kleinere groepjes. Leerlingen die naar school komen. En wanneer die dan komen. Ja. Dus dat zal niet van een op andere moment natuurlijk. Nee, precies. Dat verwacht niemand. Dat we nu in 1 keer massaal allemaal weer gaan. Maar het is wel fijn om er al wat ervaring mee te hebben. Ja. En voor jou als student toch ook wel een hele bijzondere ervaring in je laatste stage. Want een gekke afsluiting van je stage. Ja, dat wel. Leerzaam ook. Ja. Het is natuurlijk een hele bijzondere situatie die zich niet zo snel voordoet. En ik denk dat het is aan de ene kant lastig. Je kunt niet heel makkelijk zomaar je lessen draaien natuurlijk en die lesmeters maken. Maar aan de andere kant zijn er zoveel dingen die je hier natuurlijk van leert. Want je moet schakelen. Dat is echt, dat is puur schakelen. Kun je een concreet voorbeeld geven van iets waarvan je denkt van dat is toch wel even wennen? Nou, het
dat is echt het contact met leerlingen. Dat is echt wel een lastige, want er zijn ook leerlingen waar ik nog geen contact mee heb gehad. En dat is best wel lastig. Dan denk ik ook van, ja, hoe gaat het met je? Maar het is soms heel moeilijk om daar contact mee te krijgen met sommigen. En dan zie je wel een heel groot verschil met inderdaad of je dan gewoon een klas voor je hebt zitten waarbij je iemand direct even kunt aanspreken als je ziet dat het even niet zo lekker gaat of zo. En op afstand is dat gewoon niet te doen. Dan moet je echt ben je echt afhankelijk wie is er online, wie wil er met je in gesprek bijvoorbeeld. En ja, dat kun je niet zomaar doen. Ja. Ja. Ja, dat is lastig. En je bent nu ook jouw eigen klas, ja, groep 6. De leerlingen die thuis zitten, krijgen nu wel les van jou op een aantal dagen per week? Instructie. Ik geef wel extra instructie. En de lessen die worden meest vooraf opgenomen door de groepsleerkrachten. Ik geef wel extra instructies aan leerlingen die dus bijvoorbeeld uitvallen bij bepaalde onderwerpen of die dingen lastig vinden, die geef ik dan. Ja, precies. Dan wel wat kleine groepjes begeleiding. Ja, dat proberen we ook wel zoveel mogelijk te doen. Dat in ieder geval, want wij kunnen natuurlijk wel zien wat de leerlingen allemaal maken en hoe ze dat maken. En als je ziet dat leerlingen, net zoals dat je het in de klas zou doen, een onderwerp lastig vinden, dan je kunt ze er niet direct op aanspreken, maar dan plannen we een moment in van, hey, dan gaan we morgenochtend om 10 uur zorgen dat je bij dit groepje aansluit. En dan ga ik met jullie extra oefenen, dat soort dingen. Ja. Dus ja, dat gaat even wat anders. En dan gaat het een dag overheen, omdat je dat natuurlijk moet plannen. Je kunt niet direct reageren, maar het is het kan wel, gelukkig. Dus dat is wel weer heel erg fijn. Ja, precies. Het is wel fijn dat het door kan gaan en sowieso jouw stage kan doorgaan. Wat natuurlijk heel belangrijk is als je in de laatste fase van je opleiding zit. Want het is wel fijn als je die ook in juni kan afsluiten, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker fijn. En hoe heb je nu contact? Want normaal gesproken als Leo heb je een begeleider op school. Maar je hebt ook op de hand bij de PABO dan nog een begeleider. Heb je dat nu via Teams? We hebben contact via eigenlijk alle mogelijke wegen. Via alle WhatsApp, kanalen die er zijn. Alle kanalen. Eigenlijk niet via Teams, nee. Toevallig net wel, maar het meeste via Google Hangouts of via WhatsApp. Dat gebruik ik vooral om elkaar van. Ja, dat, ik spreek ze dagelijks eigenlijk. Mijn mentor. Je hebt een begeleider, oké. Okay. Ja. Mijn begeleider ook regelmatig. Dus dat, dat contact is wel gewoon, dat proberen we wel gewoon zo laagdrempelig en veel mogelijk gewoon te houden. Dus elke ochtend ook in principe om 9 uur dat we even met elkaar, alle leerkrachten van groep 6, even met elkaar video bellen. Wat is de stand van zaken? Wat wordt vandaag verwacht? Wat staat het programma? Wie doet wat? Dus, dat zijn jullie als studenten onderling die dan contact hebben? Nee, ik ben de enige Leo-student die nog nu bezig is daar, maar dat met andere leerkrachten van groep 6. Oké, ja. Er zijn 2 groepen 6. Oh, nu snap ik het. Van de gezet. Ja. En normaal gesproken krijg jij ook ergens een beoordeling van zo'n Leo-stage. Hoe gaat dat nu plaatsvinden? Dat gaat gewoon door. Dat maar is kijken heel ze dan mee? Komen ze dan toch ook naar school? Of kijken ze mee met een les? Hoe doen die opleiders van de hand dat dan? Ja, nou ja, dat meekijken met een les, dat kan gewoon. Bij instructie die ik geef, kan natuurlijk mijn mentor gewoon aansluiten. Die komt ook online en die kijkt gewoon mee. En dan krijg ik ook gewoon feedback. Dus dat is in principe niet anders dan in de klas. Het is wel zo dat dat natuurlijk wat minder is. In de klas geef je gewoon meer les. Ben je veel meer met leerlingen bezig. En dit vraagt veel op een hele andere gebieden bepaalde kwaliteiten van je. Je bent nu veel meer met ICT bezig natuurlijk. Wat je normaal ook al bent in de klas. Maar dit, dat vraagt wel even wat andere dingen van je. Dus sommige dingen die zul je wat minder goed aan kunnen tonen. En andere die komen juist weer hartstikke goed tot uiting. Waar ik normaal gesproken weer wat minder in zou zijn. Ja, precies. Ja, want wat deed jij al veel met ICT in jouw lessen? Misschien met een app gebruiken of iets online? Ja, nou nee. De standaard dingen natuurlijk die in elk klaslokaal hangen. Alle De digiborden en. De digiborden en alle methodes zijn natuurlijk digitaal en daar werk ik mee. En verschillende spelletjes of applicaties die je daarvoor gebruikt. Maar het grote verschil hiermee is natuurlijk dat je nu online, alleen maar online lesgeeft of online contact hebt met die leerlingen. En dat is wel een groot verschil.
Zijn er ook nog leerlingen die daar een voordeel van zien? Dat ze misschien even één op één aandacht krijgen? Of, Nou, ik hoorde wel, ik heb het wel gevraagd namelijk, van wat vind je nou wat vind je nou fijn of vind je dat niet fijn, op deze manier les krijgen. Nou, ik vind het wel fijn, want dan kan ik gewoon in mijn bed, in mijn pyjama lessen. En dan kan ik op die manier lekker gewoon mijn werk. Camera uit. Precies. Dat was de hamster. De hamster die graag in bed ligt. Ja, nou ja, ik zeg, oké, dat snap ik ook wel weer. Maar over het algemeen hoor ik eigenlijk alleen maar, ik wil gewoon weer naar school. Ja, ja. Dat is toch een beetje, ja. Het is even misschien, het is anders. En voor sommige leerlingen is dat ook eventjes natuurlijk te spannend en misschien leuk. Omdat je even op een hele andere manier les gaat krijgen. Maar de meesten die missen vriendjes en vriendinnetjes. En die willen ook gewoon lekker naar school. Ja, precies. Dat is toch het, zeker voor de kleineren, is het echt fijn om elkaar weer te zien. Om de meester en de juf weer te zien. En, ja, zeker. Nou ja, we gaan ervoor duimen dat er straks wat versoepeling komt in de persconferentie. Ik hoop het. Ja. In ieder geval de groepen. In ieder geval dat we tot de meest kwetsbaren al op school kunnen krijgen. Precies, dat zou wel heel fijn zijn als dat kan. Nou, ik wens jou heel veel succes met jouw laatste maanden in je stage. En daarna met afstuderen en de opleiding afronden. En ik hoop dat je jouw leerling snel weer ziet. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel voor jouw tijd. Dankjewel. Dankjewel.